Kom maar op, Bolsjewiek, fanatiek, politiek, bombaar, republiek en de verdere klik. Zonder heup, zwaai tactiek, zonder wortel plastiek. Geef een schop en een trap en een stomp en een klap. En ik bijt en ik hap en zo maak ik heel knap van die bende van jullie dan appelenpap. Godverdikkie, daar zullen ze nog eens van komen staan te kijken, hoor. Ik ben vroeger altijd een hele kalme Hannes geweest. Ik had om zo te zeggen nu de handen, maar nou ben ik bij de burgerwacht. Geef me de ruimte, hoor. Ik vreet op. Ja, onze burgemeester die zei, het was tegenwoordig zo'n gevaarlijke tijd en we moesten ons verenigen tot een burgerwacht. En nou zit de zaak in elkaar, hoor. Laat je maar opkomen. Toen ik mijn vrouw vertelde dat ik burgerwachter was geworden, toen snapte ze er eerst niks van, hè? Ze dacht dat ik burgerwachter geworden was. Maar toen heb ik er het uitgelegd en toen heb ik hem mijn geweer laten kijken. Ze had hem in de handen gehad ook. Ze kroop dadelijk van angst in de kippenhok. En daar heeft een hij gelegd ook. Ja, ook van angst. Het is er natuurlijk mirakel op tegen. Verleden week, toen zouden we nachtelijke velddienstoefeningen houden. En toen heeft ze mijn laser weggestopt. Je komt er niet uit, schreeuwde ze. Als jij nachtelijke veldienst houden wil, dan kan je net zo goed bij mij thuis doen. Maar ik geef het niet op, hoor. Het zit hem bij mij in mijn Nederlands bloed. Mijn vader die was ook al schutter. Een rare schutter. En mijn moeder die was voor de hele schutterij nog niet bang. Dat was net de maag van Orléans, de oudste dochter. Ja, onze burgerwacht die zit goed in elkaar, hoor. Onze notaris die is commandant. Die hebben we gekozen omdat hij beloofd heeft dat hij als er wat gebeurt ons allemaal een testament zal schrijven, voor niks. En nou leren we echt teren. Mijn buurman Jaapik, dat is de rechterrot. Mijn knecht, dat is de linkerrot. En ik ben de gadenrot. En daarom ben ik zoveel als Kiki Peraal. De notaris die kan mirakel best commanderen. Hè? Maar nou schieten we in de rustpauze, dan schieten we altijd zo'n klein soepwinkeltje binnen. En dan neemt hij dan direct zoveel hartebassen achter elkaar, dat hij na de rust altijd een half tipje is. En dan begint hij dan te commanderen. 7, 8, 9, 10, rechtsom, eenmaal, andermaal, de derde maal. En dan draaien we allemaal door elkaar heen. Alleen zijn er nog een paar kaffers die weten niet wat links of rechts is. Ik wel hoor, ik ruik het. Want rechts, dat is de kant waar de mesthoop van de burgemeester ligt. En dan zei de notaris weer voorwaarts, eenmaal, andermaal, ten derde maal. Maar, en dan beginnen we te lopen. Daar zag je aan de andere kant eens even verder vertellen. Een vaandel hebben we nou ook al. Ja, dat was een mooie boel. Het zou ons overhandigd worden door een schone maag. En de burgemeester die zat er bij spitsen, meen ik. Maar nou konden ze bij ons op dorp zomaar geen maag vinden. En toen hij lam en lauw, de wagenmaker zijn schoonmoeder, die heeft het maar even gedaan. Gedefilieerd voor het vaandel hebben we ook. In paradepas bedoel ik. En dat deed ik zo mooi, hè? Zo mooi, hè? Dat één laars van mijn voet vloog dwars door de ruiten bij die dominee. Hij was er eerst erg snijdig om, maar later toen had hij gezegd dat hij die kapotte ruit offerde op het altaar des vaderlands. Oef, geweren hebben we ook al. Je kan er wel niet mee schieten vanwege het gevaar, maar mijn vrouw die krijgt toch altijd de stuipen op de lijf als ze het ziet. Mijn vrouw die zegt dat ik wie de burgerwacht al een heel andere kerel ben geworden. Vroeger zei ze, toen keek je net als een schelvis die voor luiheid de Noordzee was uitgejaagd. En tegenwoordig loop je net in het rond als een haan die in een plasje getrapt heeft. Ja, mijn vrouw die zegt geen. 2 maal in de week hebben we theorie en exercitie. Laatst hebben we gehad een stormaanval over een hobbelig terrein. Dat was zo lollig. Toen we klaar waren, toen stond de notaris tot zijn hals toe in een kalkput. En toen riep hij maar al, ik verzuip. En Dove Nelis die had 2 biggen van boer Jaapik aan zijn bajonet gereden. Het waren bolsjewiekse biggen, zei hij. Veel geschreeuw en weinig wol. Na afloop moesten we de burgerwacht sorteren. Net als op de groenteveiling. Gaaf, licht beschadigd en zwaar beschadigd. Nou moeten we een trommelslager zien te krijgen. We hebben er wel een, maar die kan niet trommelen.
En daarom zou hij dat gaan leren in de stad. We gaven hem 25 stuivers mee voor reis- en verblijfkosten. Hij had die 25 stuiver allemaal kastjes gekocht. En toen een bordboer in het ziekenhuis en twee politieagenten buiten dienst getrommeld. Over 3 maanden dan kunnen we hem terugkomen halen. Miné, die kiperaal is bij de soldaten, die zei dat we een reuze burgerwacht zijn. Hij zei, voordat er bij ons zo op 50 pas genaverd is, dan had hij zijn eigen al lang dood gelachen. Nou ga ik maar weer naar het slagveld om te exerceren, want dadelijk dan beginnen we weer. Laat ze maar opkomen. We staan pal als een tweede Keno Simons Hasselaar. Een Nederland van afwend, want aan het oude wacht. Aan het van de burgerwacht houdt zich gereed om op gewacht. Direct in volle wapenpracht zijn kruiden gaan verwaffen. Nederland van afwend, van aan het oude wacht.